Hallo. Ik ga haar opmaken. Het was namelijk een vraag bij de winactie of ik met dit kleurtje. Even kijken of je het kan zien. Ja. Deze van Catrice. Die ik ook in de winactie had gedaan. Kijk hoor. Deze zit in de winactie en deze is van mij. Een look wilde maken. Dus ik dacht, nou, ik ga haar opmaken. Dus ik ga hem vandaag opmaken. Dus nou ja, veel kijkplezier. Ik begin met het gezicht. Maar ik ga natuurlijk geen foundation aanbrengen, want dat is bij haar niet nodig. Ik heb ook geen foundation. Concealer is ook niet nodig. Dus we beginnen meteen bij de blush. Daar gaan we even naar. En daarvoor gebruik ik deze blush van de Ethos. En dit is 207. Irritant om met zo'n kwastje die het zat erbij. Moet je lachen? Mag je lachen? Nee. Hoe wow, dat gaat heel. Zo. Je hebt een getinte huid. En als je dan een lichtroze tot felroze blush aanbrengt, dan zie je dat eerder. In ieder geval een lichtroze zoals deze, zie je dat eerder dan bij een licht huid zoals mijn huidskleur. Oké, dan gaan we verder met de oogschaduw. En ik begin. Even kijken, want hiervoor gebruik ik een paletje. Van Color Magics, een nieuw merk bij de Action. En ik begin bij deze. En dit is 480 Kiwi Wonder. Oké, en die breng ik gewoon aan met een oogschaduwkwast van de Kruidvat. En die breng ik aan over het gehele bewegend ooglid. Zo. Dan gebruik ik deze wat donkerdere groene kleur. De middelste. En ik pak een crease kwast van e.l.f. Van de 1 euro lijn. En daarmee ga ik in de groen. In het donkere groen. In de middelste. Zoals ik al zei. En daar ga ik in de arcadeboog. Mag ik je open doen? Oh, dat is heel gek. En natuurlijk ook bij het andere oog aftikken. En ik vind het altijd mooi om het wat naar boven te werken als je in de arcadeboog werkt. Dan ga ik met een harde kwast van Essence. Dit is een gewone oogschaduwkwast. Ga ik in deze highlighter kleur. Ga ik gewoon als highlighter gebruiken. En dat breng ik op het bewegen of op de op het wenkbrauwbod aan. Maar omdat je een wat donkerdere huid hebt, zie je de oogschaduw al sneller zitten, vooral als je een lichte kleur gebruikt. En daarom breng ik het niet alleen op het wenkbrauwbod aan, maar ook eromheen. Zeg maar alles wat nog niet beoogschaduwd is. Bedekt. Ja. En dat ga ik blenden. En daarvoor gebruik ik gewoon een zachte fluffy kwast van de Vibra. Deze was 1 euro maar. Ik hou van goedkoop. En ik ga het gewoon blenden. Als je de vage lijnen niet meer, of de harde lijnen niet meer ziet, omdat ze vaag worden. En nou ga ik door met de mascara. En maar eerst krul ik haar wimpers. Met een wimperkrul van de Action. Mijn oog dicht. Eerst open. En dan gaan we open. Is pijn, moet ik zeggen. Ja. Doet het pijn? Nee. Ja. Oké. Okay. Het houdt 15 seconden vast. Zo. Het is zo leuk om dat effect op te zien.
gewoon vooruit kijken. En dit ga ik nu... ja, ik breng nu gewoon mascara aan. En deze is van L'Oréal Paris. En het is het Lash Architect 4D. Full Lash Effect in 4 Dimensions. Black Lekker. Black Lekker. Ja, fout. Even omhoog kijken. En dicht. En dicht. En dan ga ik door. Film je nog? En ik breng nu een lipgloss aan. En deze is van Catrice Color Show. Is een mooie donkerroze kleur. Gaat zo lekker. Ja. Even in de spiegel kijken. Oh. Well. Wacht even hoor. Wow, die is fijn. Wow. Even niet in het licht. Ik mag licht doen? Ja, doe maar. Zo is het geworden. Wow. En met de lipgloss. Hoe vind je het? Ja, echt heel leuk. Oké. Okay. Nou, dit was het. Ik hoop dat jullie het leuk vonden. Ja, dit soort looks kan je gewoon maken met de groene oogschaduw die Oh, in huis hebt. Ja, inderdaad. Oké. Okay. Wow, waar filmen tot de volgende niet? Video. Doei!